In de Nationale Assemblée heeft minister Polak Beegli van Buitenlandse Zaken op 25 oktober jongstleden een verklaring gegeven van de situatie te Grand Santi in het district Marowijne. Kijkt u met ons mee naar de uiteenzetting van minister Polak Beegli in DNA. Mevrouw de voorzitter, bedankt, geachte leden. Ik ga gaan in op uw vraag welke aan de orde is geweest eerder deze ochtend of middag in zaken de ontwikkelingen na de ratificatie van het verdrag in zaken politionele samenwerking. Zoals we hier zijn overeengekomen, hebben wij als regering te kennen gegeven aan de Franse zijde, nog voordat wij over zijn gegaan tot het voorstellen voor ratificatie, dat we deze overeenkomst moeten vervangen door een grotere, die niet alleen de veiligheid regelt, maar ook de ontwikkeling van het gebied ter hand neemt. Ik moet u zeggen dat in zaken deze overeenkomst wij het ministerie van Justitie en Politie de implementatie hebben gegeven, of de implementatie bij dit ministerie ligt. En dus reeds focal points, niet alleen van Surinaamse zijde, maar ook van Franse zijde zijn geïdentificeerd. Daarnaast is er breedvoerig binnenshuis, dus dan bedoel ik de Surinaamse zijde, gedelibereerd over de samenstelling van uitvoeringsprotocollen om de uitvoering van dit verdrag mogelijk te maken en dus uiteindelijk te geraken tot een verdrag, een rivier, zoals u het noemt, een grensverdrag, een verdrag dat de samenleving, de samenwerking op de rivier regelt, zal moeten vaststellen. Ik wil verder benadrukken, mevrouw de voorzitter, verwijzen naar de overeenkomst. Artikel 1 van die overeenkomst is heel duidelijk in de werking. En die overeenkomst geeft verder aan dat het om politionele samenwerking gaat. Ik heb ook waargenomen dat de koppeling is gemaakt van de uitvoering van deze overeenkomst, welke nog niet aan de orde is. Ik wil dat benadrukken en ook aangeven dat wanneer we op Surinaams grondgebied ons begeven, de Franse politie helemaal geen bevoegdheden heeft, zoals het zelf in het artikel is verwoord. Ten tweede wil ik aangeven, mevrouw de voorzitter, dat in het kader van de ontwikkeling van dat grensgebied, waarvoor wij ook staan als regering, wij heel duidelijk binnen de River Council, dat is het mechanisme dat bestaat om zaken op de grens te bespreken, het personenverkeer te regelen, zaken zoals milieu aan de orde te stellen, veiligheid en recent nog de economische ontwikkeling van dat gebied. Wij dus ook zien dat die samenwerking zich verder heeft vertild in de vorm van een overeenkomst, welke in september is getekend. Dus allemaal in aanloop naar een groter verdrag die heel specifiek zal moeten regelen het samenleven van de mensen aan beide oevers. Wij in ieder geval voor wat wij nu zien als belangrijke gebieden reeds wat headways hebben gemaakt. Ik wil wat betreft de gezondheidszorg ook verwijzen naar het Marwina ziekenhuis. Dat ook voortvloeit uit die samenwerking en die heel binnenkort moet worden opgeleverd. Ik wil verwijzen naar de onderhandelingen die in november van start gaan betreffende het introduceren van grenspasjes. Allemaal om te geraken tot regulering van activiteiten en handelingen binnen de grens, binnen het grensgebied. Betreffende de incidenten die eerder zijn aangehaald door collega van regionale ontwikkeling, moet ik ook uw college richten tot het bericht welke de regering heeft doen uitgaan. We hebben met de Franse ambassadeur gisteren heel uitputtend en uitvoerig gesproken over het feit dat een relatie van twee kanten wordt bespekt. En daarnaast ook het feit dat je dus in de grensgebieden of in het gebied met elkaar afstemt over hoe je handelt.
In dat gesprek is ook duidelijk aan de orde geweest de onvrede die de Surinaamse regering heeft bij het optreden van de Franse gendarmerie. In ieder geval de acties die er worden uitgevoerd. De ambassadeur is het eens met ons dat we moeten praten over een model van handelen. Maar niet dat alleen, we moeten ook praten over hoe we omgaan wanneer we zaken zoals illegaliteit tegenkomen. En meer nog moet er worden vastgesteld wanneer we het hebben over de Surinaamse en de Franse zijde. Er is een verdrag van 1915. Voor wat betreft de bepaling van welk onderdeel of welke onderdelen de zijde van Suriname zijn, hebben wij onze interpretatie en de Fransen hebben ook hun interpretatie. Om op technisch niveau te geraken tot een eenduidigheid, in sommige gevallen komt die interpretatie overeen, zullen wij maandag aanstaande onze technische teams bij elkaar brengen om dit aspect breedvoerig te bespreken en in ieder geval eenduidig te weten waar we aan toe zijn van beide zijden. Verder wil ik benadrukken dat op basis van wat collega Dikangen heeft aangegeven, wij dus ook de lokale gemeenschap heel goed zullen moeten informeren na de ontmoeting van maandag, wat er is overeengekomen of in ieder geval wat verduidelijkt is om dus zaken zoals welke we hebben gezien in de afgelopen periode niet te herhalen. En ik sluit me aan bij de oproep van de collega, omdat wij vooral waakzaam moeten zijn om niet te worden geluisterd in een valstrik die door wie dan ook wordt gecreëerd. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wil starten door aan te geven dat ik onderschrijf wat u hebt aangegeven. Dat als we vandaag over grenzen praten, de status quo is welke wij geërfd hebben, als het niet geregeld is geworden. En zo is er net verwezen naar de goedkeuring van de twee overeenkomsten. De eerste is de politionele overeenkomst. En de tweede is de overeenkomst handelende over de maritieme grens. We praten in deze casus over de situatie op de Marowijnenrivier. En wel dat gedeelte welke is geregeld door de vaststelling van de oostgrens in de brief van Den Uyl van 1975, welke wij hebben overgenomen. En het verdrag dat daarbij geldt van 1915. Oké? Dus wanneer we vandaag de basis hebben van grens of realiteit op de Marowijnenrivier, dan is het die basis. Ik wil nog een ander ding zeggen voordat ik overga tot het volgende. Ik wil aangeven dat wanneer we praten over de maritieme zeegrens en de vraag is gesteld als de lokale samenleving geconsulteerd is geworden, is ons antwoord geweest dat er breedvoerige consultaties zijn gehouden en niet gewone, maar met de regionale regering, de DC, de bevolking van Albina, de bevolking van Galibi, visserijbedrijven, er waren ook DNA-leden betrokken van Marowijnen en het was dus een consultatie dat dat gedeelte betrof. Dus als u me vraagt over de goedkeuring van de maritieme grens en zijn er consultaties gehouden, is dat het antwoord. Oké? Over de politionele overeenkomst wil ik nogmaals zeggen dat we niet handelen of niet praten over een grensdispuut, nog betwisting, dan wat wij weten en ook het mandaat zoals we dat hebben gegeven aan de grenscommissie, om met de Fransen te gaan onderhandelen over wat wij weten dat in onze grens, in de oostgrens, nog geregeld moet worden. En die onderhandeling, de noodzaak om daartoe aan te vangen, heeft de Republiek Suriname reeds kenbaar gemaakt. Nou, als we kijken naar de grens, mevrouw de voorzitter,
in ieder geval de situatie op de Marowijnenrivier. Dan moeten we stellen dat er bijna een seamless verkeer is. Een verkeer tussen twee volken dat ongelimiteerd plaatsvindt. En dat zou eigenlijk geen probleem moeten zijn als het gaat om activiteiten die voor ons niet illegaal zijn en ook niet voor onze buren. Maar waarom ontdekken we op 25 september of op 23 oktober dat er een issue aan de orde is? Is omdat we weten dat wat zich op dat moment, wat de oriëntatie op dat moment is, geplaatst moet worden tegen een bepaald kader. En het kader maakt dat er een bepaald optreden is. Laten we dan heel duidelijk aangeven dat wanneer we dat geval van 25 september in het licht tegen het licht plaatsen en de Fransen ons vertellen dat het hun grondgebied is en wij met de vaststelling komen dat het Surinaams grondgebied is, dan betekent het dat we met elkaar aan tafel moeten gaan. Zo ook zou dat het geval moeten zijn bij 23 oktober. Nou, hebben wij samen met de Fransen vastgesteld dat wij een gezamenlijk onderzoek gaan instellen naar wat niet alleen daar is gebeurd, maar ook om onze ingeving, reactie naar de Fransen toe te onderbouwen. En de grenscommissie heeft de regering geadviseerd dat het om Frans grondgebied gaat in het geval van 25 september. Dus dan is daarbij eigenlijk voor onze zijde de koos af. Maar het kan niet af zijn, want we hebben met mensen te maken en daar ben ik het eens over. En daarom moet het met elkaar gepraat worden dat in het grensgebied die strikte grensbepaling niet alleen geldt. Maar ook moet gelden het feit dat er samenlevingen aan beide zijden zijn en dat er daarover afspraken gemaakt moeten worden.